Hartelijk welkom bij het provinciehuis van Overijssel. Mijn naam is Sander Zielman en ik wil u graag het gebouw even laten zien. Geweest voor het ontwerp van een nieuw provinciehuis. Een aantal partijen hebben een ontwerp gemaakt. En Marius Duintje, die heeft die prijsvraag gewonnen. En het grappige is, hij had een hele boeiende visie op de provincie. En nou ja, provincie, wat doen ze eigenlijk? Alles wat te groot is voor de stad en alles wat te klein is voor het land, dat is wat de provincie doet. Nou, als we hier kijken, de Schuurmanstraat uit, dan lopen we recht tegen de stad aan. Via het Kerkbrugje kom je eigenlijk in de stad. En de ruimte achter ons, daar begonnen in de 60e jaren begonnen de weilanden, daar begon het land. Dus dat was eigenlijk zijn visie van, hé, ik wil doen door middel recht op de as vanuit de stad naar het platteland, wil ik een provinciehuis maken. En ik wil die brugfunctie ook heel mooi vormgeven door een brug te maken tussen het bestuurlijke gedeelte en het kantoorgedeelte. En dat is ook grappig, dus als je in het park staat en je kijkt naar de stad, dan kun je onder deze brug doorkijken. En omgekeerd, als je in de stad staat en je wilt, je kijkt naar het land, je kijkt naar het park, dan kijk je ook zo door die brug heen. En in zijn filosofie moest die brug ook zo leeg mogelijk zijn om die transparantie zo groot mogelijk te houden. Dus hier gebeurt het. Hier komen provinciale staten iedere maand bij elkaar. Hier in de zaal zitten 47 statenleden, zitten 6 gedeputeerden, met als voorzitter ook de commissaris van de koningin. En wat ik zelf ook een heel leuk detail vind, is vanwege akoestische redenen is er een verlaagd plafond geplaatst. Nou, dat is ook weer de kaart van Overijssel met daarin op de posities van de steden en dorpen de lampen aangebracht. Dit is de brainstormruimte, dat klinkt ook meteen akoestisch heel gek. Ja, eigenlijk moet je hier gaan zitten om ook een goede geluidservaring te hebben, want de ruimte om je heen die weerkaatst het geluid, dus daar word je een beetje gek van. Ja. En dit is wat prettiger zo. En dan moet je zo gaan zitten vergaderen en op nieuwe ideeën komen. Dat is wel heel bijzonder. Dat is wel bijzonder, hè, als je hier zo zit. Bedankt voor de rondleiding. Het is een prachtig gebouw. Nou, ik heb het heel graag gedaan, met veel plezier. Okay.